Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Welkom vanuit Ahoy, welkom bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Ik zei het eerder al, een Nederlandse tafel. Matwee Middelkoop, uitkomend in het dubbelspel en aangeschoven een oud tennisser, tegenwoordig de commercieel directeur bij Feyenoord. Mark Koevermans, welkom. Mark, loopt de hoofdsponsor, de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord hier ook rond op dit toernooi of niet? Ik weet dat jullie het graag willen weten. Dat is om de zoveel tijd altijd natuurlijk een item. Je maakt het vandaag ook bekend toch in deze uitzending? Ik denk dat Rijnmond een van de eerste is die het te horen krijgt. Ik ben blij dat ik hier de hele dag nog mag zijn, ook vanavond ook nog. Veel potentiële sponsoren in ieder geval, dus ik ga goed rondlopen en als er nieuws is, kom ik nog even langs. Maar loopt hij hier rond of niet? Er zijn zoveel merken. Ik heb even het VIP-dorp rondgelopen, dus ik weet het niet eens. Ik zou er echt nog eens een keer goed moeten kijken. Als het nieuws is, dan ben jij de eerste die het hoort. Dit is Tennis Plaza, een feest trouwens hier voor jong en oud. Ja, laten we maar eens verder gaan praten over tennis. Ik neem aan dat jouw tennishart enorm aan het kloppen is nu, toch Mark? Als je hier rondloopt zo'n dag. Nou, ik moet even wennen. Ik ben er voor het eerst vandaag. Maar het is en in Rotterdam en een mooi tennistoernooi. Ik heb er zelf een paar keer mee gedaan. Dus het ziet er weer fantastisch uit. Goed deelnemersveld. Dus leuk om er weer een keer te zijn. Ja, en Matwee Middelkoop, we kennen jou nog vanuit het verleden dat je heel veel enkelspel hebt gedaan. Tegenwoordig actief in dubbel, hè? Ja, gaat heel goed. We zijn ATP-toernooi aan het winnen. Ik bedoel, als je dat mij een paar jaar geleden had gevraagd, had ik dat nooit geloofd. En het is heel snel gegaan. En binnen 2 jaar... zulke mooie titels binnengehaald en binnen een jaar stond ik top 100 en binnen een jaar stond ik, of anderhalf jaar top 50, dus super om zo te gaan. Ja, voor wie jou niet kent, kijken we eventjes hoe jouw tenniscarrière tot nu toe verloopt. Matwee Middelkoop stond heel kort in de top 200 van de wereld toen hij 2 jaar geleden het roer omgooide. Hij ging zich richten op het dubbelspel. Hij verbeterde zijn return en ook zijn volley en die omslag verliep heel erg goed. Samen met zijn vaste partner Wesley Kolhof won de man uit Leerdam al 3 ATP-toernooien. Dit jaar in Sydney, vorig jaar in Kitzbühel en de allereerste was in Sofia. Middelkoop staat nu 63ste van de wereld in het dubbel, maar ook al is hij al 33 jaar, de rek is er nog lang niet uit. En toch, hè, als ik jouw carrière terugkijk, je hebt prachtige toernooien. Ik kan me nog dat verhaal herinneren dat jij maanden door Afrika hebt gereisd, op verlaten tennisbanen hebt gestaan. Ja. En dat is toch ook bijzonder dat je dat hebt meegemaakt, dit enkelspel? Ja, natuurlijk. Het heeft me ook heel veel goed gedaan. Ik bedoel, een stukje discipline gecreëerd. Ik heb alles zelf moeten regelen, nooit managers gehad, met weinig geld moeten omgaan. En die toernooien waar je al refereert, dat zijn Soedan, Rwanda, Oeganda. Zijn heel hele... gespeeld, denk ik, Mark, of wel? Nee. Die toernooi kan ik me niet herinneren. Die waren jouw tijd volgens mij ook helemaal niet. Die waren bijzonder nog niet. Nou ja, goed, kijk, Nigeria, dat zijn hele lastige toernooien. En dat soort toernooien moet je gewoon echt 2 weken van tevoren gewoon helemaal in je hoofd hebben hoe je die wil gaan bespelen. Want het zijn hele moeilijke omstandigheden. En ik heb het altijd heel goed gedaan, dat soort toernooien. En het heeft me wel gezorgd dat ik naar de Grand Slams kon spelen. Dat ik de top 200 ging halen zelfs. Dus het heeft me heel veel goed gedaan. En ik denk ook het dubbelspel, dat we daar allebei heel veel aan hebben, dat ik een stukje ervaring meegenomen heb hierin. Ja, wat was jouw meest bijzondere toernooi? Ik hoor hier Rwanda, Nigeria. Wat is jouw meest exotische plek? Nou, ik zou bijna zeggen hier, maar heb ik slechtste track record, geloof ik. Nou, we hebben wel, destijds met Haarhuis waren er wel toernooien in Brazilië. Einde van het jaar had je Chili, Brazilië, Argentinië. En dat was toen nog wel redelijk onontwikkeld, 20 jaar geleden. Tegenwoordig natuurlijk heel anders, maar ik denk dat ik allemaal redelijk normale toernooien gespeeld heb. Ja, want in het dubbel was jij best succesvol finale gehaald in 92, maar in het enkelspel geen enkele partij nou gewonnen weer hier. Ja, nee, ik gooi nog even neer. Ja, ik heb hier iemand. Volgens mij heeft iemand me achterhaald met de slechtste track record. Volgens mij heb ik 5 keer verloren eerste ronde. Moet ik er wel bij zeggen als excuus dat die banen vroeger zo snel waren dat ik was natuurlijk een gravel speler dat ik dat lastig vond. Tegenwoordig wat anders is. Een paar moeilijke lotingen tegen Lasek Mekkero heb ik geloof ik nog tegen met Siemering. Dat was wel een hele pijn om hier te verliezen. Ja. Van Siemering met dezelfde coach. Dus niet de makkelijkste lotingen, maar. Op je eigen stad, je eigen toernooi, nooit een singlewedstrijd winnen, dat is best pijnlijk. Ja. Ja, nou, vandaag stonden ook een aantal hele mooie partijen en interessante partijen op het programma. Gaan we nu even naar kijken.
Dit is Thomas Berdig, de winnaar van Rotterdam in 2014. En hij neemt het op tegen een andere man die al heel erg lang meedraait in het circuit, Richard Gasquet uit Frankrijk. Het is tiebreak in de eerste set en een setpoint voor Thomas Berdig. Goede voorhand, een van zijn grote wapens. Zo gaat de eerste set naar de nummer 13 van de wereld. Ooit was Berdig vierde van de wereld. Zijn tegenstander staat op die mondiale ranking op plek 19. Is een belangrijk moment in de wedstrijd. Het loopvermogen van Thomas Berdig en een uitstekende passing met zijn voorhand. En zo breekt hij Richard Gasquet voor de tweede keer deze set. En die Fransman die zou het laten lopen op de tweede service. Bij een stand van 5-1 een dubbele fout. En zo plaatst Thomas Berdig zich voor de kwartfinale, waarin hij het opneemt tegen de winnaar van vorig jaar, Martin Klizan. De partij daarna op het centercourt. Een Kroatisch onderrondje tussen deze ervaren Kroaat, Marin Cilic, won ooit nog de US Open, tegen het Kroatische supertalent Borna Koric, pas 20 jaar en een enorm attractieve speler. Geef nooit op die Koric, enorm loopvermogen. Heeft alles terug en let op deze bal. Schitterend, het mooiste punt van vandaag. Gemaakt door die pas 20-jarige Borna Koric. Die de eerste set verliest met 6-1, de tweede wint met 6-2. En dan dit belangrijk moment, een breakpoint tegen. Serve en volley, goede return op de voeten van Koric. Zo gaat die break in de zevende game naar Marin Cilic als eerste geplaatst in Rotterdam. Die dan even later mag gaan serveren voor de wedstrijd. Met een goede drive volley maakt hij het af. Cilic door naar de kwartfinale waarin hij het opneemt tegen Joe Wilfried Tsonga. Ja, dat was vandaag. Maar hij heeft hier gespeeld tussen 89 en 92, 93. Was jij toen ballenjongen hier of niet? Ja, dat klopt ja. Volgens mij heb ik zelfs bij ballen geraapt. Volgens mij bij Sander Groen. Of was dat een andere? Sander Groen, ja. Raymond weet ik wel dat die ballenjongen bij mij geweest is. Ja. Maar. Ik was die ballenjongen. Ik heb hier heel veel jaren ballen geraapt. Ik mocht nooit op centercourt staan. Ik was te prikkelbaar en ik was te onrustig. Dus op camera was dat niet zo goed. Maar jij stond als ballenjongen een beetje de hele tijd te bewegen. Te onrustig. En ja. Ik kreeg elke keer van de dame die mij toen moest regisseren van joh, blijf stilstaan. Allemaal netjes. Dat kon ik helemaal niet. Ik kon geen 5 minuten rustig zijn. Dus alleen één keer mocht ik op centercourt daadwerkelijk staan. Daar was ik natuurlijk super trots op. En al die grote namen van toen de tijd, Anders, Ruud. Of, ja, 89 eerste ronde, ja. Oh, dankjewel. Ja, dankjewel. Twee sets eraf. Want als je me jaart alle vragen, dan ging het niet lukken. Maar dat waren hele mooie tijden. En dat is wel een opzetje geweest van, goh, dit vind ik echt leuk. Hier wil ik ooit mogen staan. En in 2008 heb ik een keer op centercourt gestaan met Houta Galoen. En morgen om 11 uur waarschijnlijk dat ik hier weer mag staan. Dus ik kijk ernaar uit. Hoe magisch is dat centercourt? Ja, voor mij helemaal. Maar het is natuurlijk uniek dat er 9000, nu 10.000 geloof ik, binnen zitten. Er zijn maar weinig indoor-toernooien die zo'n groot stadion hebben. Ja, en dan, ik ben bij Mekkero Ballenjong geweest en heb ik nog tegen hem gespeeld hier. En tegen Lasik en Jarito ook. Als er dan zitten natuurlijk ook een paar duizend Rotterdammers op en veel bekenden. Het is natuurlijk onwijs leuk om in je eigen stad zo te spelen. En met Paul heb ik geloof ik een keer finale gehaald. Ja, inderdaad, verloren van Gulner en nog een Duitser. Ik weet het allemaal niet zo goed meer, maar die hadden we moeten winnen. Maar dat is wel een leuk finale ook. Zit het nog redelijk gevuld hier toen in de dubbel. Dus dat zijn, het is denk ik het grootste indoorstadion zo'n beetje wat er is. Ja. Dat is mooi. Wat vond jij van dubbelen? Want jij was best aardig ook bij dubbelen, toch? Ja, ik weet niet mijn hoogste ranking meer, maar wel, ik geloof ook de 24ste of zo. Wij deden dubbel vroeger altijd erbij. Ja. Om wat minder te hoeven trainen. En met Haarhuis, ja, dat groeide toen een beetje. We hebben ook een paar toernooien gewonnen. We hebben halve finale Roland Garros gehaald. En dat was wel heel fijn dat je langer in het toernooi bleef. Je kon, je bleef je wedstrijden spelen. Maar bij ons was het wel bijzaak. En ik heb het ook toen in de single wat minder ging. Op een gegeven moment ben ik ook gestopt. Want alleen dubbelen, ik vind het knap dat je dat kan. Je speelt toch relatief weinig wedstrijden als je er niet bij single. Toen ben ik wel gestopt en ik zag alleen dubbelen niet zitten. Werd ik ook wat minder betaald in die tijd nog om er dan van te leven. Dus ik ben toen mijn single minder ging, ben ik wel gestopt. Heeft het dubbelspel genoeg aanzien in tennis hier, denk je? Kan beter, absoluut. We zijn ook van ver gekomen, we als dubbel community. 4, 5 jaar geleden, 6 jaar geleden was het bijna de plug eruit gehaald. En toen kwam de doubles revolution, alles ging stukken beter. Wat Marco ook aangaf, de betalingen zijn ook wat beter. Dus veel meer mensen gaan ook dubbelen. Je ziet ook steeds vaak singelaars dubbelen.
Het is goed voor het level, het is goed voor het niveau, het is ook goed voor het aanzien. Prominenter dus ook dat we naar center court mogen spelen, dat is goed voor het dubbelspel. En ik hoop dat daardoor wij als voorbeeldfunctie kunnen fungeren, zodat meer jongens ook gaan dubbelen. Mochten ze in het single niet gaan halen, dat ze dan uiteindelijk toch in een dubbel iets kunnen halen. En dat zou mooi zijn. Ja. Ik begon, Mark, met het feit van die hoofdsponsor van Feyenoord. Hoe ver ben je daarmee? Want dat wil ik dan toch even weten als je hier zit als commercieel directeur. Nou ja, het is heel erg druk. En als de witte rook is, dan zeggen we het is een lange zoektocht. We hebben ook aangegeven best een moeizaam of uitdagende zoektocht. Maar ergens eind april zal er een licht moeten zijn. Dus, ja, dat moet er zijn. Hè? Maar wat kan je beschrijven wat de hindernissen zijn die je tegenkomt? Nou, wat je over het algemeen merkt is dat sportsponsoring gewoon moeilijk is. Niet alleen in het voetbal. Hè. Dan moet je nog een keuze maken. Ga je sport sponsoren? Kijk naar het NOC-NSF waar wat mensen zijn afgegaan. Kijk naar de tennisbond die al jaren geen hoofdsponsor heeft. Dan moet je nog voor een sport kiezen. En wordt het dan een bond of een club? Nou, en in Nederland, als je dat vergelijkt met het buitenland, zijn de bedragen voor een hoofdsponsor altijd op een heel hoog niveau geweest. Dat hadden wij ook nodig. We hebben relatief weinig mediageld. Kijk, als je bij Southampton of Swansea 4 of 5 miljoen voor het shirt krijgt, maar je krijgt 125 miljoen televisiegeld, dan maakt die 4 of 5 miljoen niet zoveel uit. En dat is bij Feyenoord of bij Ajax, is dat natuurlijk toch anders. Die bedragen zijn gewoon heel belangrijk. Maar je wordt nu kampioen en als je kijkt naar de kijkcijfers, dat vaak genoeg, hè, dat Feyenoord genoeg kijkcijfers trekt. Dus ik kan me voorstellen dat het nu juist makkelijker wordt om dit moment om toe te slaan. Nee, je ziet dat het heel positief is met Feyenoord op dit moment. We staan bovenaan en Feyenoord is natuurlijk qua supporters gewoon de grootste club. Dus je ziet ook dat onze kijkcijfers, de exposure is heel erg goed, maar dat wil niet zeggen dat een bedrijf altijd op zoek is naar exposure. Dus de markt is er wel, bedrijven die het ook kunnen betalen. Alleen dan is de vraag, willen ze het betalen? En nou, die gesprekken zijn nog volop gaande. En wij zijn ook helemaal niet wat dat betreft wanhopig. Er moet gewoon voor eind april een mooie partij komen. Ja. We zijn een grote club, het gaat goed. Dus wij wanhopen niet, maar het is een moeizame zoektocht. En als er nieuws is, geef ik je nog een knipoog, dan komen we langs. Ja, nee, dus waar gaat het om bedrag van 7, 8 miljoen? Wat wil je hebben? Bedragen hebben wij ook nog nooit genoemd en die gaan we niet noemen. Wat we wel altijd zeggen is dat natuurlijk het grootste partnership is van Feyenoord. Dus het is belangrijk voor de club. En dan wil je er ook graag nog een mooi bedrijf op hebben staan, wat past ook bij de grootte van de club. Dus als het zover is, dan gaan we ook het bedrag niet noemen, maar dan gaan we wel zeggen wie het is. Goed, dan zien we je dan terug. Dank voor je komst hier vandaag. Morgen mag je bewegen wat je wil op Center Court, hè? Je mag al rustig zijn. Ik kan niet wachten, echt waar. Ik ga zo meteen nog een mooie training afsluiten en dan gaan we om 11 uur beginnen morgen. Ik kom morgen kijken. Geniet ervan, die van morgen. Dankjewel. U dank voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Dan zijn we met FC Rijnmond Tennis Plaza. Tjerk Bochstra zit hier dan, Geert den Oude en een van de tennissers uit het toernooi. Dus graag wat ons betreft tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.